Ovens in het crematorium. Daar kom je vandaag achter bij dat zit zo. Hey Maurice. Hoi. Goedendag. Ik ben Jack. Hoi. Jij wilde alles weten hoe een crematie te werk ging. Hoe komt het vuur eigenlijk in de kist? De stenen worden roodgloeiend. Dat gebeurt met vlammen. Op temperatuur. Kijk maar, nu zie je ook vlammen. Kijk er maar binnen. Omdat die op temperatuur moet blijven. Maar zodra dat wij gaan cremeren, gaan die vlammen weg. Dan zijn de stenen roodgloeiend. En door die warmte van die stenen gaat de kist in de brand. Hier staat crematie. En dan zeg ik crematie start. En zodra dat hier alles groen is, gaat het lichtje aan de andere kant branden. Ga je mee daar naartoe weer? Ja? Kom maar. Kijk, Maurice, dan gaat hij daar knipperen en dan ga ik daarop drukken en dan gaat de deur open. En dan is er geen weg meer terug. Ja, waarom hangt er eigenlijk een douche hier? Het is gelukkig nog niet voorgekomen bij ons. Maar het is een feit, als wij staan te ruimen, dat we wel eens te dichtbij komen. En er komt een heleboel warmte uit die oven en dan gebeurt het wel eens, het kan gebeuren, dat je kleding in de brand vliegt. En dan laat je eigenlijk lekker douchen. Ik zou het werk van Jacques niet kunnen. Ja, een beetje raar. Dat je bij die dode mensen staat steeds. Hier heb je zo'n steentje, wat altijd met de overledene meegaat. Dan heb ik gekeken wat voor nummer dat erop staat. Voor de overledene die daar staat, die binnengekomen is. Dan kijk ik op de lijst hier. Dan zie ik welk nummer dat moet zijn. En dan ga ik daar naartoe. En dan ga ik dat steentje erop leggen. En dan gaat altijd met de overledene mee de oven in. Leg ik hier neer. Dus zodra dat de overledene erin gaat, gaat het steentje ook mee. Dus het steentje gaat gewoon mee weer in het... Ja. Mee in as. En als ik later de overledene ga ruimen, gaat het mee in de aspan. En als wij de aspan onder de oven uithalen, dat is het eerste wat ik doe, dat steentje zoeken. En bovenop de rand van de aspan leggen. Dat het gewoon bij die overledene hoort. Neem jij een soort van afscheid? Ja, Maurice, dat doe ik altijd. Ik doe altijd een beetje een klopje op de kist geven. Of je wil zeggen van het gaat goed of het ga je goed. Ja? Dat ga ik nu invoeren, ja? Ja, zielig. Voor de mensen van wie die meneer of mevrouw is. Een schedel, ruggen, ja, wervels, een stuk van een arm. Volgende week in Dat Zit Zo zie je hoe de asresten verder verwerkt worden. Maries, weet je nou alles over de ovens? Ik weet nu hoe het zit. Bedankt. Graag gedaan hoor. Doei. Bedankt. Doei.